Goedemorgen bij Tuintips Live. Vandaag ga ik het niet echt hebben over praktische tuintips, maar wil ik jullie meenemen naar het grotere geheel. Stel je nu eens voor dat er totaal geen planten meer zijn, dat er geen bomen meer zijn. Kan je dat voorstellen? Het is eigenlijk zo dat je, ja, hoe zou ik het eens mooi zeggen? Als er geen planten zijn, dan is de aarde, de omgeving, kaal. Het is in de zomer bloedje heet. Het is levenloos. Er is gewoon geen leven mogelijk. En als de aarde eenmaal kaal en heet is, dan wil er ook niks meer spontaan groeien. Schoon drinkwater. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het helemaal niet. Het is namelijk zo dat als we al het groen laten verdwijnen en er groeit helemaal niets meer, dan hebben we ook geen water meer. Het is namelijk zo dat groene omgevingen, goed functionerende ecosystemen, die houden ook water vast. Het is zelfs zo dat als je een gebied opnieuw weer beplant, dat dus rivieren die opgedroogd waren, die gaan weer stromen. Dat is echt heel wonderlijk, maar al die bomen en planten houden zoveel vast. En dus drinkwater is natuurlijk heel belangrijk, schoon drinkwater. En er zijn verschillende, heel veel voorbeelden al. Ook in Afrika, gebieden waar eigenlijk alles helemaal kaal was en uitgeput, zijn ze gaan herplanten. En wat kwam er weer terug? De rivier. En de mensen hadden weer fris en schoon drinkwater. Gewoon van de natuur. Je ervaart het misschien nu nog niet zo. En je denkt van ja, dit is ver van mijn bedshow. En dat zal wel, als het in andere gebieden uitdroogt. Maar ik heb er geen last van. Mijn leven gaat gewoon door, dus waarom zou ik me druk maken? Maar wanneer het gaat een keer mis. En wanneer het misgaat, ja, dat weet ik ook niet. Maar we moeten ons ervan gaan, bewust van gaan worden dat we met z'n allen, en niet alleen in Zuid-Afrika of in andere gebieden waar het gewoon warmer en droger is, maar we moeten met z'n allen zorgen dat de aarde gezond blijft. En daar kunnen we samen wat aan doen. En dan denk je, ja, wat kan ik dan doen? Hè? Ik ga je niet vragen om alles op te geven. Ik ga je ook niet vragen om geld te doneren. Nee, het gaat vooral om een stukje bewustzijn. Dat je gaat beseffen dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. En dat wij als mens ook onderdeel zijn van een natuurlijke kringloop. Dat we als mensen daar profijt van kunnen hebben. Maar dat we niet te ver moeten gaan. En dat we de natuur niet moeten uitputten en vergiftigen. En daar zijn we dus wel samen hard mee bezig om dat te doen. Dus ik zou het fijn vinden als we samen een beweging in gang kunnen zetten om meer ecosystemen in stand te houden en te herstellen. Dan denk je, wat kan ik dan zelf doen? Ik kan in ieder geval zorgen voor een groene tuin. En dan denk je, wat maakt mijn tuin uit? Dat kleine stukje wat ik heb. Dat maakt best wel uit. Als we namelijk veel tuinen, ik noem maar wat, in een straat 20 tuinen aan elkaar gesloten, als die allemaal groen zijn, dan kunnen er al heel wat meer dieren leven. Is dat alweer een verbetering voor de biodiversiteit. Als daarbij aansluitend de gemeentes ook het groen natuurlijk gaan beheren, zodat er ook bijen en vlinders en allerlei beestjes meer kansen hebben, dan kunnen we zo een groeiend ecosysteem maken. Het is zelfs zo dat in Amsterdam leven meer soorten van planten en dieren, insecten, noem maar op, in de stad dan daarbuiten.
Ja, dat wil toch wel wat zeggen. Dat is toch niet goed. Terwijl een stedelijke omgeving ja, meestal niet de meest ideale plek is. Maar toch komen er meer soorten voor. Dat is toch heel vreemd. Nou, wat kan je nog meer doen? Natuurvriendelijk tuinieren. Nou, daar ben ik natuurlijk een fan van. En ja, dat is eigenlijk proberen zoveel mogelijk de natuurlijke kringloop in stand te houden. Zo min mogelijk blad opruimen. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Laat de natuur het werk doen. En je krijgt er hulpjes bij. Je krijgt vanzelf hulpjes die de rupsen of de luizen opruimen. Maar dan moet je tuin wel natuurvriendelijk en aantrekkelijk zijn voor allerlei vogels en beestjes die je komen helpen. En dan gaat het om het bodemleven. Je hebt er minder werk aan. Nou, wie wil dat nou niet? Gezonde planten. Hè? Zonder allerlei toeters en bellen. Zonder allerlei kunstgrepen. Blijven je planten gezonder. En wat nou nog mooier is, en daar ben ik zelf ook fan van, is eten uit je eigen tuin. En dat kan op verschillende manieren. En ik ben ook bezig met een aantal projecten om voedselbossen aan te leggen. Dus echt hele percelen in te richten om allemaal eetbare planten bij elkaar te zoeken. Die elkaar versterken. En waar je ja, op termijn allerlei eetbare planten kunt vinden. Aan vruchten, noten, maar ook allerlei soorten blad wat eetbaar is. Je kunt natuurlijk ook een moestuin opzetten. Nou is een gewone traditionele moestuin niet de meest natuurvriendelijke manier. Ja, omdat je steeds de grond overhoop gooit en omwolt. Maar als je bijvoorbeeld met permacultuur gaat werken, dus een moestuin op permacultuurbasis, dan is dat al een heel stuk beter. En het is heel leuk om je daarin in te verdiepen. Maar ga zelfs voor een basisschool een moestuin aanleggen, een moestuinproject opzetten. Zodat kinderen ook al op jonge leeftijd daarmee in aanraking komen. En ja, beseffen hoe mooi dat in elkaar steekt. En je kunt natuurlijk allerlei eetbare en wilde planten eten. Eetbare wilde planten. Ik doe bijvoorbeeld wildplukwandelingen. Vind ik heel leuk om gewoon ergens een tuin in te lopen. Of ergens in een gebied waar allerlei wilde planten groeien. En te laten zien dat je een paardenbloem, een wegenbree, een brandnetel. Allemaal planten die algemeen voorkomen. En die kun je gewoon eten. Dus daar hoeft er geen transport aan te pas te komen. Het hoeft niet, de bodem hoeft niet bewerkt te worden. En het is eigenlijk voldoende voorradig. Maar je moet weten welke soort je kunt eten. En dat vind ik heel leuk om die kennis door te geven. Nou, ik zie dat er alweer wat mensen kijken. Ik vind het leuk dat jullie er weer zijn. Ik vind het gewoon leuk om mijn kennis door te geven. Ik krijg wel eens commentaar dat mijn spreekvaardigheden niet zo bijzonder zijn. Maar ik ben zoals ik ben en ik vind het gewoon leuk om mijn kennis te delen. En ik hoop dat ik je daar enthousiast mee maak. Goed. Dus ga een beetje meer natuurvriendelijk tuinieren. En eet gewoon uit je eigen tuin. Zet er wat bessenplanten in of zet eens een klein appelboompje in je tuin. Nou, kun je uit je eigen tuin ook nog eten. Dat is toch ook hartstikke leuk. Wil je toch iets meer doen als alleen je eigen tuin aanpassen? En misschien ook je buren een beetje aansteken? Dan kun je ook meehelpen in het herstellen van ecosystemen. In Nederland is ook de Ecosystem Restoration Camps zijn we bezig om op te zetten. Waarbij je als vrijwilliger kunt meehelpen om bepaalde gebieden nieuw leven in te blazen. Door bomen en planten aan te planten en de natuur weer zijn gang te laten gaan. Ook in het buitenland zijn al verschillende projecten die daar zo mee lopen. En de resultaten zijn echt waanzinnig. Als je echt de natuur de kans geeft. En een klein zetje de goede kant op geeft. En beseft hoe mooi de natuur werkt. Dan kunnen we echt
heel veel bereiken. Het heeft wel wat tijd nodig, dus we moeten eigenlijk zo snel mogelijk in actie komen. En zodat we voor de toekomst voldoende kunnen behouden. Zodat de aarde leefbaar blijft. En ik heb het misschien wel al eerder genoemd, maar heb je geen plek voor een boom in je eigen tuin, dan kun je er altijd nog eentje in ons bos planten. Via Tree of Life kun je een boom planten. En zetten wij hem voor je in het bos. Dan sponsor je eigenlijk een boom. En dat kan er één per maand zijn. Of dat kan eens een enkele keer een aantal bomen zijn. Maar dan doe je wel iets terug voor de aarde. En samen kunnen we de aarde leefbaar, groen en gezond houden. Ik hoop dat je een beetje geïnspireerd bent geraakt. En dat je zelf het idee krijgt, ik moet in actie komen. Ik probeer zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken om meer groen en eetbaar groen toe te passen. Zodat we ook in de toekomst nog een leefbare aarde hebben. Tot de volgende keer bij Tuintips Live. Tot dan!